gewoon zo zeggen. Maar hoeveel uur slaap heb jij vannacht slash gemiddeld? Een hele goede middag weer, beste mensen. Super tof dat jij weer hebt geklikt op deze fantastische, maar dan ook weer hopelijk leuk vlog. Ja, het voelt nog steeds apart om mezelf zo in het schermpje te zien met zonder baard. En uiteraard dat mijn lippen een beetje droog zijn, maar ja, dat komt ook vanwege het scheren van mijn snor. Ja, dat hoort erbij, dat duurt meestal een dag of drie maximaal voordat het weer weggaat. En ja, ik moet ook vaak in de lens kijken, want ik kijk nooit in de lens. Ik zie elke keer in de vlog dat ik elke keer zo kijk. Maar ik moet echt vaker gewoon zo kijken. Gewoon daar in het schermpje. Niet hier in het schermpje bij mij, maar gewoon in de camera. Maar ik ga nu zo onderweg naar de orthodontisten. En daarna direct door naar het werk. Dus we gaan helemaal weer terug. Nee, verder in de toekomst. Dus naar vanavond pas. Rond een uurtje of tien pas. Want ja, dan ben ik weer thuis. Maar niet getreurd. Ik heb alsnog een soort videootje. Nou ja, videootje die ga ik ook vanavond nog maken. Maar ik heb vorige week gevraagd op Snapchat om een aantal vragen te stellen voor in de vlog. Nou, in deze vlog komt dat dus perfect uit. Zo, beste mensen. Ik ben weer terug in mijn appartement. En jullie kunnen het horen. Ik ben nog steeds stront. Maar dan ook echt stront verkouden. Het is op dit moment, ik ga gewoon eerlijk zijn, 11:55. Mijn wekker die gaat om 7:45. Althans, ze 7:30 en 8. Ik ga zo een paar vragen beantwoorden. Die ik inderdaad zo net heb uitgelegd in het vorige stuk. Zo, nou ja, omdat ik op Snapchat zo'n ding had geplaatst. Omdat ik dan denk van, maar wat moet ik dan nog meer in deze video gaan proberen? Dus ik ga nu een aantal vragen voor jullie beantwoorden. Nou, de eerste vraag. Ja, ik sta een beetje schuin. Ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik heb mijn camera op de airfryer neergezet. Zoals jullie een beetje kunnen zien. Ja, ik had geen andere mogelijke statief om zo hoog mogelijk te kunnen praten. Ja, het is echt storend dat ik nog steeds verkouden ben, maar ik hoop wel dat het in de loop van de dagen steeds minder wordt. Maar ik heb hier een aantal vragen die ik graag met jullie wil behandelen. Ik ga ze ofwel of niet in beeld doen, maar anders ga ik ze gewoon lekker gewoon zo zeggen. Maar hoeveel uur slaap heb jij vannacht slash gemiddeld per nacht? Ja, ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik heb gemiddeld tussen de, en dat is heel erg gevarieerd, want vaak heb ik donderdag dienst van 8:00 tot 4:30. Dus ja, dan heb ik even wat minder slaap. Terwijl ik juist meer slaap nodig moet hebben. Maar ik ga gewoon eerlijk zijn. Ik slaap gemiddeld gezien, maar dan pakken we de weekenden erbij, gewoon alles erbij, slaap ik gemiddeld zo'n 5,5 uur tot 6 uur per nacht. Ja, niet heel veel. Soms net genoeg op een dag. Voor vandaag merkte ik zo van, oh, dit is net zo'n dag dat het even net niet genoeg was. Maar ja, soms heb je wel eens van die dagen ertussen zitten. Maar dat is niet anders. Ja, hebben we hier weer een vraag tussen zitten dat ik echt denk van, waarom zou je het vragen? Wat is je schoenmaat? Nou, dat weet denk ik iedereen wel, maar ik ga het even nog een keer zeggen. Ik heb maat nummer 49,5/50. Gaan we eigenlijk direct door naar de volgende vraag. En dat is, wat zijn de grootste green en red flags? En dat bedoel ik denk ik mee, ja, wat wel of niet kan in een relatie, nou ja, of bij meisjes neem ik dan aan, in mijn geval. Ja, wat vooral bij mij een beetje niet kan, is denk ik heel arrogant overkomen. En dat, ik wil niet zeggen, klinkt raar, maar ja, het is wel zo. Ja, als een meisje heel arrogant overkomt en heel erg denkt van, oh, een beetje, ja, een beetje zo. Dan denk ik van, nou, dan wordt het eigenlijk niks. Ja, en wat goed is over green flags, is het goed communiceren met elkaar. Ja, dat is eigenlijk wat ik tot nu toe er denk, is gewoon een goede communicatie in een relatie is het beste. Want je wilt ook geen ruzie maken in een relatie. Praten lost veel meer op dan ruzies. Dus dan kun je veel beter gewoon praten dan dat er, ja, ruzies of discussies ontstaan. Kijk, discussies, dat kan uiteraard wel, maar dat moet niet leiden tot een ruzie uiteraard.
Dus dat, ja, in principe heb ik niet zo heel veel min- of pluspunten bij een vrouw. Of in ieder geval, ja, wat ik denk zo van, ja, ja, dat is eigenlijk, ik kan er niet zo heel veel meer over praten. En wat is je droombaan? Nou, dat is eigenlijk al een beetje beantwoord. Oh, ik word echt zo storend van mijn neus, maar dat maakt niet uit. Maar dat is het vloggen uiteraard. Dat is mijn droombaan, om een bekende vlogger te worden. Maar ja, ondanks het verkouden zijn, wat dan ook, of het laat of vroeg is. Ik maak uiteraard gewoon voor jullie de vlogs. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik vind die zo niet zo heel veel aan, maar dat maakt voor nu niet zo heel veel uit. Wil je later huisdieren... Lastig. Lijkt me wel leuk, maar met de dingen die ik doe in het dagelijks leven zeg ik nee. En dat kan ik heel goed onderbouwen. Ik ben vaak de hele dag weg. Vaak moet je voor een dier heel vaak aandacht geven. Ja, en die aandacht kan ik dan op dat moment niet geven. En zo simpel is het. Kijk, als mijn leven in die zin stabiel genoeg is, dus in de zin van oké, ik doe maar een paar dingetjes. Dan praten we anders. Dus als je me over 5 jaar vraagt of ik nog steeds huisdieren en mijn leven is anders, dan zou ik misschien ja zeggen. Maar voor nu zeg ik nee. Waarom besteed je graag je tijd aan sporten? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik laat wel eens zien op mijn Snapchat dat ik aan het sporten ben bij Basic Fit. Dat komt er eigenlijk op neer omdat ik graag mijn conditie weer op peil wil houden. Eigenlijk wil ik het conditie hebben wat ik 4 jaar geleden eigenlijk ook al had. Nou, dat, ik weet dat dat niet binnen een paar weken te krijgen is. Want ja, je eet wat meer en dan is dat weer wat lastiger. Dus ja, ik sport nu minimaal 1 à 2 keer in de week. Voor mijn vakantie wil ik iets vaker gaan sporten. Ja, ik ben echt een beetje moe. Dus eigenlijk probeer ik een beetje sneller door de vragen heen te gaan. Als dat een beetje lukt. Maar ik zie dat ik alweer 5 minuten... alweer praat over de verhalen, of in ieder geval over de vragen. Maar nee, ja, om meer conditie te krijgen, ja, en er ook beter uitzien. Ja, ik denk ook dat de uitstraling van mezelf er ook wel beter aan doet als ik naar de sport ga, of in ieder geval aan het sporten ben. Je hebt een goede stijl. Ja, dankjewel. Ja, dat hoor je niet vaak, maar dankjewel. Ja, ik zie dat het voor nu een beetje het was zoals ik het een beetje zie. Even kijken hoor, heb ik nog meer vragen? Nee, volgens mij zoals ik het een beetje zie, niet. Hier, wat is je favoriete eten en drinken? Oh, ja. Laten we zeggen, ik maak een top 3. Voor het lekkerste eten staat op nummer 1, en dat weet denk ik iedereen wel, de carpaccio. Ja, het is iets met vlees, maar dat staat op nummer 1. Op nummer 2 staat, ik ben er een beetje verslaafd aan, de Haribo kersen. En op nummer 3, daar ga ik toch voor, laten we zeggen... Ja, ik ga voor kaas. Jongbelegen kaas maakt me ook blij. Ja, ik wil zeggen biefstuk, maar anders wordt het alleen maar vlees en dat is ook weer niet goed. En drinken, een top 3, is op nummer 1. Dit is trouwens niet gesponsord, maar dat is taxi. Ja, dat is taxi, is op nummer 1. Op nummer 2 staat de Fanta Cassis. En op nummer 3 staat de Amstel 0.0. En alle dingen wat ik je zeg is niet gesponsord. Ik moet het hier wel bij vermelden. Dus deze video wordt niet gesponsord. Dan hebben wij nog een vraag. Wat? Ja, is je allergrootste droom? Maar die hebben wij eigenlijk al beantwoord. Dat is inderdaad om een bekender vlogger te worden. En het staat ook over zo van, praat je met iemand of vind je toevallig iemand leuk? Nou, ik ga daar heel erg makkelijk op antwoorden. Meestal ga ik in dit soort dingen niet in op vlogs, op wat dan ook. Maar ja, soms praat ik wel met iemand. Oh, ik praat met heel veel mensen. Maar ik denk dat ze met deze vraag bedoelen. Praat je met iemand op een relatiemanier? Op dit moment is dat... laten we zeggen... het is gewoon als vrienden.
Ja, kijk, ik zie het meer zo van wanneer er pas echt gevoelens naar boven komen. Is ook maar als je met degene afspreekt, dan denk je mikmak. En dat is bij mij heel lastig. Ik ben daar heel erg moeilijk in. Daar ben ik ook heel erg eerlijk in. Ik ben niet zo heel erg... Mensen denken vaak, denk ik, dat ik een lekker zo'n soepel persoon ben. Die alles durft, dat ik mikmak. Maar achter de schermen... Ik wil niet zeggen ben ik bang, maar dan ben ik iets kwetsbaarder. Ja, laten we dat maar gewoon zo zeggen. Dus op de vraag, prijs je met iemand ja / nee? Ben je zoekende? Ja, maar ik laat het wel op mijn pad komen. Daar moet ik ook bij zeggen, liefde kent geen haast. En daar ga ik het ook bij afsluiten. Ja, ik heb de vragen beantwoord die er gesteld waren. Dus ga ook deze vlog bij afsluiten, zodat ik deze vlog kan editen. En uiteraard online staat om 4:30 in de middag. Maar dan ga ik hier wel deze video of vlog bij afsluiten. Dus hopelijk heb jij gewoon genoten van deze vlog of video, hoe je het ook zo mag zeggen. Dus ja, vriend, uiteraard niet een dikke duim omhoog zetten. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jou uiteraard morgen gewoon weer terug bij een nieuwe vlog om 4:30 in de middag. En dan zeg ik toch altijd, later.